Aan die tijd kwamen nog eenmaal een grote tjoof mensen te hoop en wilde niets te eten houden, roept Jezus in de jinge naar zich en zeed: "Mij jammer dat even deze mensen. Ze zijn nu al 3 deur bij mij geweest en hebben niets te eten." En wanneer ik die hongerig waarschijnlijk word, worden die jinge weer eens omkomen, dan eentje zijn van weet afgekomen. Zijn jinge zeiden te hem: "Waar krijgen we hier in de wildnis genoeg brood her, die zou te krijgen?" Jezus vroeg aan hoeveel brood ze houden. Zij zeiden: 7. Hij zei: "De mensen zullen zich op ihr doel zaten." En hij neemt de brood, dankt ervoor en brukt die en geeft de jinge die, dat volk ver te laaien. En die deden dat. Die houden nog een paar kleine vers. Hij dankt ook daarvoor en geeft de jinge die ook dat volk ver te laaien. De mensen outen en worden zout. Nu her lauzen de jinge 7 kar vol brokken te hoop die nog even blijven. Daar werden bij 4000 die gegeten houden. En dan leidt hij de gonen. Hij stieg waarde en lammen in met zijn jinge en ze voeren naar de Dalmanuta jegend. De fariseer kwamen en vongen aan om vrouwen te stalen, om te verzieken, vroegen ze aan nu een teken van hemel. Hij ademt diep en zei: "Waarom zie ik dit geslacht nu een wonderteken? Ik zei u de waarheid, er wordt geen teken gegeven worden." Dan verleidt hij aan, stieg terug in de lam en voer even naar de andere zijde. De jinge hadden vergeten brood mee te nemen, buiten 1 brood dat ze in de lam houden. Jezus warnt aan voorzichtig te zijn en zei: "Ze zullen zich van de Farizeeën en Herodes erheven." Zij reden daarvan om een ander en zeiden: "Dat is wie we niet brood metgenomen hebben." Jezus wist wat ze zich om je hielden en zei: "Waarom reed je daarvan dat je niet brood hebben? Kan je nog niet zijn of verstonen? Zijn je nu horten nog zo versloten? Je hebben uren en zijn niet, en hebben uren en heren niet. En denk je niet eraan, als ik van 5000 brood brug, hoeveel kar van kremels hoef je daar?" Ze zeiden: 12. En als ik de 7 brood van de 4000 brug, hoeveel kar van brokken laat je toop? Ze zeiden: 7. Hij zei aan: "Hoe komt dat je niet verstaan?